Kees Ties, hij is journalist, hij is presentator, hij is programmamaker, maar vooral columnist. Hij gaat een goed gesprek niet uit de weg. Hij is kritisch over de komende gemeenteraadsverkiezingen en onlangs verscheen van hem dit boek, 10 jaar Ties. Kortom, genoeg stof om over te praten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Kees, hey. Goedemiddag. Kees, allereerst van harte gefeliciteerd met dit stevige, lijvige boek, 10 jaar Ties. Hij is zwaar, hè? Hij is zwaar. Ja. Nou, niet inhoudelijk. Niet inhoudelijk. Nee, 250 columns. Ja. Hoe moeilijk was dat? Uit de ruim 3000 columns die jij had geschreven, om daar een selectie in te maken. Kiezen het lijkt is, mij monnikenwerk. Ja, kiezen is moeilijk. Want dat is de, ik heb er denk ik, ik schrijf er ongeveer 250 per jaar, zeg maar. Reken 11 jaar, er staat wel 10 jaar Ties, maar ik trek even een coronajaartje af. Want het boek had een jaar eerder eigenlijk gepubliceerd moeten worden. Dus dat zijn iets van 2500 tot 3000 columns die je geschreven hebt. En daar moet je de 250 uit kiezen. Maar we hadden één restrictie. Uit elk jaar moesten er 25 columns komen. Dus dan heb je natuurlijk al een relatief beperkte keuze. Want dan kan je uit die 250 columns steeds, die je in een jaar schrijft, 260, kun je er 25 kiezen. En dan wordt het alweer wat makkelijker. En daarbij kwam ook nog dat de uitgever vroeg, doe nou niet alleen maar die tijdloze columns. Maar doe ook columns die op dat moment met de actualiteit te maken hadden. Zodat als je het boek leest, en je leest bijvoorbeeld over columns van een jaar of 9, 10 geleden, dat je dan een beetje te weten komt wat er in die tijd ook echt in deze stad speelde. Dus het geeft ook een tijdsbeeld. Niet alleen van mij als persoontje, 10, 11 jaar Ties, maar vooral van de stad. Want daar gaat het natuurlijk om, de stad Dordrecht. Ja. Kees, ik pak gelijk even op jouw persoon door. Maar ik stel voor dat we eens even een mooie wandeling gaan maken. We gaan op pad. Ja, en dan gaan we proberen te eindigen. Ja, waar gaan we eindigen? Bij de uitgever, Studio Rodenburg. En waarom? Ja, er staat een heel raar beeld voor mij. Die hebben namelijk een soort kartonnen ding gemaakt. Mijn afbeelding, dit ding zeg maar eigenlijk, maar dan manshoog. En dat vind ik nog steeds moeilijk om daarmee geconfronteerd te worden. Dus bij het gebrek aan een echt standbeeld is dit een mooi surrogaatbeeld. Ja, we zouden het even op schrijversplein kunnen zetten. Halen we Arie er even af en dan zetten we hem. Dat zou kunnen. Het zou mooi zijn. Ja, Arie is zo groot. Ja. Wat mij opviel, ik heb dit boek met ontzettend veel plezier gelezen. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Maar ik merkte ook al lezende van, hey, wat is nou het verschil tussen Kees Ties nu en de Kees Ties van 10 jaar geleden? Want ik had het idee dat jij in het begin nogal mild was? Ik vind het wel een goede vraag, want de vraag is natuurlijk, wat is het verschil tussen mijn persoontje toen en mijn persoontje nu? Ja. Volgens mij ben ik als persoon niet veranderd, maar je wordt natuurlijk ouder en je groeit en je ontwikkelt. Dus ik denk dat ik handiger ben geworden in het schrijven, want het wordt een concept, hè, zo'n column 319 woorden elke dag. En op een gegeven moment ga je daar ook helemaal naar denken en naar schrijven. In het begin moet je die vorm nog een beetje vinden. Ook inhoudelijk, hè? Want welke rol neem je nou aan in zo'n stad als jij elke dag een column moet produceren? Ja. Wil je alleen maar vriendjes maken? Of vind je het heel af en toe niet erg om ook eens een keer, laten we zeggen, wel eens een wat harder tikje uit te delen? Al die mensen, hè, in tegenstelling tot iemand die een landelijke column schrijft, al die mensen kom ik weer tegen morgen. En daar ben ik niet bang voor. Ik durf iedereen recht in de ogen aan te kijken. Maar je denkt daar wel over na. Als jij iemands naam noemt bijvoorbeeld, hè, je hebt een wat anoniem gesprek met een zwerver op straat, dan zal ik niet gauw de naam van die persoon onthullen. Dan kan dat wel eens een zelfverzonnen naam zijn. Nee, dus jij gaat het goede gesprek met iemand dan ook niet uit de weg? Nee hoor, nee. En kijk, en als je jou erop aanspreken. Precies, maar dat geldt voor dat soort columns. Maar als het dan over politiek gaat bijvoorbeeld, dan heb ik wel eens kritiek. Logisch. Hè? Of dat nou op Piet Sleking was, hè, wat natuurlijk best wel een paar keer tot uiting is gekomen. Omdat die man natuurlijk zeer aanwezig was de afgelopen, op zijn minst 8 tot 12 jaar. En dan loop je natuurlijk de kans dat je kritiek krijgt. Maar de volgende dag kom je die man ook weer tegen. Hij zal het niet altijd leuk vinden. Nou, ik dacht eerlijk gezegd, ik lees dat van, 10 jaar geleden vond je het leuk om vooral stukjes te schrijven en je vindt het nu nog leuk. Ja, zeker. Maar je bent wat behoedzaam, wat kritischer gaan schrijven. Je durft wat meer, zeg maar, een grens op te zoeken. Ja, nou, nee, daar ben ik me niet zo heel erg bewust van. Dat is dan, als dat zo is, dat wil ik van jou direct aannemen. Maar dan is dat meer vanzelf gegaan, per ongeluk gegaan. Ik denk daar nooit zo over na. Het is niet zo dat ik bewust mild begonnen ben.
je houdt wel rekening met het feit dat je mensen die jij dagelijks in deze stad tegenkomt en die je dus ook wel eens kritisch onder de loep neemt, ja. Dat je die ook wel in leven moet houden. Nou, wat ik probeer te zeggen, dat als jij nu jouw eigen columns terugleest, ja. En je vergelijkt de columns met 10 jaar geleden, dat jij misschien denkt van nou, ik ben misschien wel kritischer geworden nu, als ik zelf teruglees, nou, dat je te mild was. Ja, dat klopt wel wat je zegt. Dat is niet zozeer omdat ik besloten heb om ineens harder te zijn of zo. Dat zit helemaal niet in me. Nee, ik denk omdat je meer verleden hebt, omdat je meer terug kan blikken op wat er in eerdere instanties met bepaalde zaken gebeurd is. Dan kun je natuurlijk ook sneller denken van ja, potverdorie, daar zijn we nu al 12 jaar mee bezig of wat dan ook, of 10 jaar mee bezig. Ik noem maar wat Hotel Friesenplein, weet je wel? Ja? Ik kan me herinneren dat een aantal politici met heel veel bombardie, met heel veel bombas... Dat ging hierin, hè, Kees? Ja, of wil jij rechtdoor? Nou, laten we nog een stukje rechtdoor. Oké, dan gaan we rechtdoor. Dat is goed. Ja, dat is mooier, toch? Hè? Dat steegje zo donker, die vleeshouwersteeg. Ja? Hey, terug naar het hotel aan de Friesenplein. Ja, nou ja, dan weet je wel, dan staan de politici te pronken op de foto in de krant. Van, we gaan dit doen en we gaan dat doen. En, ja? Terwijl hè, ze weten dat het Friesenplein zo'n impuls nodig heeft. En dan kom je er 10, 12 jaar later achter dat er eigenlijk nog steeds niet heel veel gebeurd is. Nee. En dan kan ik wel eens een keer wat scherper zijn. Dan, ja, dan is mijn geduld ook op. Ja, maar in een stad waar het nieuws niet iedere dag tegen de plinten aanklotst, hoe kom je aan je onderwerpen? Nou, kijk, A, zijn we wel een stad in ontwikkeling. Hè? We gaan hard op weg naar veel en veel meer. Hè? Ik bedoel, we zitten nu zo rond de 119.000. We willen heel graag 120 hebben, geloof ik. Ja, ik dacht zelfs 140. En we moeten naar 140, geloof ik, precies. Binnen enkele jaar. Gaan jij en ik niet meer meemaken, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het nieuws klopt misschien niet echt tegen de plinten aan, maar er is eigenlijk voldoende altijd weer te beleven. Ik bedoel, de politiek moet ik het natuurlijk niet altijd van hebben. En hele grote plannen en ontwikkelingen. Ja, die nemen vaak veel tijd in beslag en je kunt daar maar een x-aantal columns over schrijven. Ja. Dus heel soms moet ik het ook hebben van de gesprekken die ik op straat voer met mensen. Ja, bijvoorbeeld, dan heb jij het over iemand die je aanspreekt terwijl je op het terras zit. Ja. De bekende zwervers, de straatnomaden. Ja. En als ik die columns van jou lees, dan krijg ik altijd een beetje een gevoel van een karmichelmomentje. Nou, vind ik leuk dat je dat en, nu zegt. Ja. Dat ik denk van, zit ik nu Simon Carmichael te lezen met zijn kronkels? Of lees ik hier Kees Ties? Nee, dan lees je echt wel Kees Ties. Ik probeer niet Carmichael na te doen. Allereerst is hij veel beter dan... Nee, maar die associatie heb ik even. Nou ja, zie het als een compliment, hè? Nee, maar ik noem dat soort columpjes, zeg maar de tijdloze columpjes, de portretjes van mensen, dat noem ik zelf Carmicheltjes. Dan zeg ik ook thuis van, ik maak even een Carmicheltje. En heel toevallig ben ik een paar weken geleden benaderd door... Gert-Jan Kleinpassen, die ken je misschien wel. Ja, ken ik, ja. En die zei, ik heb hier iets staan en dat past echt bij jou. Dat wil ik heel graag aan jou geven. En ik ga naar die winkel toe waar hij staat, Pandora. Daar doet hij wat werk af en toe. En er stond een kleine buste van Simon Carmichael in brons. En dat heeft hij aan mij overhandigd. Het was een hartstikke leuk cadeau. Dat staat nu ook naast mijn bureau. Want hij is wel degelijk Carmichael en Bomans. Ik ben een beetje een oude lul aan het worden, hoor, dat geef ik toe. Maar er zijn wel inspiratiebronnen van me. Leuk dat je dat bronzen beeldje hebt gekregen. Want dat betekent wel dat mensen met jou meedenken. En als ze het zien. Ja, ik was er echt dankbaar voor. Ja. Het was zo mooi ook, weet je. Hey, en luister, jij hebt ooit gezegd, als je je werk als werk gaat beschouwen, dan moet je wegwezen. Ja, precies. Maar toch ben je al 11 jaar columnist. Moet ik hier nou uit destilleren dat jij niet aan het werk bent, maar dat je puur een hobby bedrijft? Ja, dat is misschien ook weer overdreven. Ik zet hem scherp weg, hè? Ja, nee, ik zie het als een ambacht, hè? Dit werk, het schrijven van columns. En ik probeer voornamelijk te doen wat ik echt leuk vind. En kijk, zodra ik geen zin meer heb om 's ochtends achter die tekstenwerken te kruipen, als ik uit mijn bed kom, en een stukje te schrijven van 319 woorden, ja, dan moet ik echt mee stoppen. Maar ik heb dat nog nooit gehad. Ik heb nog nooit tegenzin gehad om een column te maken. Het is altijd leuk om te doen. Maar is het niet stressvol, Kees? Ja, maar waar zit hem de stress? Ik vraag het aan jou. Nee, in het begin dacht ik nog wel eens van, oh jee, zou ik dat gaan rooien, weet je wel? Zou me dat gaan lukken? Maar als je dat toch al jaren doet, dan weet je ook wel, net als een bakker die zijn broodje bakt, dat het broodje de volgende dag ook wel weer komt. En overmorgen ook, weet je wel? Maar jij bent 11 jaar columnist. Ja. Jij wou een keer eerder columnist worden, maar toen werd je gepasseerd. Ja, En toen op een gegeven moment kwam toch het moment, hey, nu kan ik columnist worden. Ben jij daarvoor benaderd of heb jij dat afgedwongen? Ik heb het afgedwongen. Op een gegeven moment, ik ben
Je moet je voorstellen, toen na mijn Hilversumse tijd, hè, die was ergens rond 2002 afgelopen. Ja? Toen ben ik teruggegaan naar Dordrecht en daar ben ik bij het Dordrechts Museum gaan werken. Ja. Bij Peter Schoon toen. En dat heb ik een jaar of vijf gedaan. En toen kwam er ineens een beetje voor mij de klot in. Ik had even geen zin meer. 5 jaar PR gedaan voor het museum. Ik was eigenlijk soms best wel jaloers op die mensen die dan aan de andere kant van de pers staan. Maar jij werkte in Hilversum en je wou wat meer tijd doorbrengen met je gezin. Met mijn vandaar gezin, dat met je naar Dordrecht terug bent gekomen. Wat rustiger leven. Ja. Maar ja, op een gegeven moment gaat het toch weer kriebelen, dat vak, weet je wel? Die spanningen die daarbij hoort. En toen kreeg ik liep ergens op een voetbalveld bij een van mijn kinderen te kijken. En ik kreeg ineens een telefoontje van iemand van de Dordtenaar van, wij zoeken eigenlijk een redactiechef die, laat me zeggen, al enige vlieguren heeft in het leven. En ik was toen natuurlijk ook al een vijftiger. Maar die toch nog enige, laten we zeggen, dynamiek in zich herbergt. En dus kwam het bij mij uit en ze vroegen dus of ik dat wilde doen. En toen heb ik daar 3 seconden over nagedacht. En toen het eerste wat ik bedoelde, ik zeg ja, maar dan wil ik ook een column. En zo is het eigenlijk begonnen. Ze zeiden direct ja. En ik werd dus redactiechef en columnist. Dat laatste was moeilijk te combineren trouwens. Ja. Ja. En nu zijn we 11 jaar verder. Ik zeg nogmaals, Kees, in mijn beleving heb jij jezelf doorontwikkeld. Ja. Hoe gaat dat over, als we er nog eens 10 jaar bij nemen? Als er mij ligt, teken ik daar vandaag voor, zeg maar. Ik ben niet, ik sta niet onder contract, hè. Ik ben freelancer. Ik ben dus niet meer in loondienst van de krant. Jij kan gewoon elke dag stoppen? Ik kan elke dag stoppen, maar de krant kan ook elke dag met mij stoppen. Hmm. Maar dat vind ik nou juist de uitdaging. Ja. Dat je elkaar nog spannend genoeg vindt om door te gaan. En dat de lezer vooral, daar gaat het natuurlijk om, het nog steeds leuk vindt om mij te lezen. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het nou wel gezien met die tease, weet je. Maar dat is... Op dit moment is daar, althans, ik check dat regelmatig en er worden ook regelmatig lezersonderzoeken gedaan. Daar is zeker geen sprake van. Nee, want jij hebt die columns die hierin staan, die heb je zelf geselecteerd, neem ik aan. Ja, ja. En zijn er nou columns uitgelaten waarvan je achteraf dacht, nou misschien toch altijd toch wel leuk geweest als die erin hadden gestaan? Nee. Dat niet. Nee, dit is echt jouw keuze. Dit is echt mijn keuze geweest. Ik moet wel zeggen, kijk, er zitten natuurlijk, met name in die eerste 3 jaar, schreef ik niet elke dag. Schreef ik hem enkele dagen per week. Toen was ik dus ook nog redactiechef, wat ik net al zei. En dat betekent dat je voor die jaren heb je een iets kleinere keuze. En dan is het inderdaad, dan zou je zeggen, dan is het makkelijker om te kiezen, omdat je er minder hebt om uit te kiezen. Dus hoef je minder te laten vallen. Maar juist omdat je in zo'n jaar, laten we zeggen, wat minder geschreven hebt, is ook de kwaliteit, zeg maar, hoe zeg je dat, de grens van de kwaliteit is dan lager. Als je de 250 schrijft, dan vind je altijd wel 25 goeie. Ja. Maar als je er maar 180 hebt geschreven, dan is het natuurlijk de drempel ietsje hoog. Nou kan ik me zo voorstellen, als je elke dag een stuk schrijft en je schrijft opinierend, dat jij ook als columnist een bepaalde positie inneemt. Ja. Ben jij je daarvan bewust? Ja, daar ben ik me zeer van bewust. Want, ja? In welke zin? Nou ja, kijk, je hoort natuurlijk heel veel terug, hè? Uit de politiek en ook uit de ambtelijke wereld vooral. Je weet dat jouw columns ook af en toe ergens aan een prikbord hangen of naast het koffieapparaat op een stadskantoor. Je weet dat politici zich het soms echt wel aantrekken van wat je schrijft. Want jij geeft af en toe ongevraagd adviezen. Ja, zoals nu ben ik bezig met een analyse van de wijze waarop politici in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zeg maar, zich presenteren aan de kiezer. Ja, daar komen we zo meteen op terug. Okay. Ja? Dan merk je wel dat als je daar hard en kritisch op bent, dat je vindt dat de website van een partij bijvoorbeeld niet goed genoeg is of niet communicabel genoeg, dat mensen zich dat aantrekken. Ja, ja. Ik zette van de week... Heb je dat in je achterhoofd op het moment dat je dat schrijft? Nee, als je dat gaat doen, dan ga je jezelf belangrijk vinden. En ik vind mezelf helemaal niet belangrijk. Wat ik schrijf, dat meen ik oprecht. Maar mensen vinden jou wel belangrijk. Want dan zeggen ze, ik hoor het omheen, zeggen ze, even kijken wat Ties daarvan vindt. Ja, dat vind ik leuk, want je schrijft een column natuurlijk om gelezen te worden. Ja. Maar het is niet mijn doel om invloedrijk te zijn. Waarom zou ik invloedrijk zijn? Je hebt nergens invloed op in het leven. Ja, maar bent invloedrijk. Dat is wat er gebeurt, maar dat is niet mijn doel, snap je? Ik vind het veel leuker als mensen zeggen, ik heb je column gelezen en ik heb ervan genoten. Maar ik vind het helemaal niet interessant als mensen zeggen, nou, ik heb je column gelezen en dankzij jou is dat en dat en dat gebeurd. Daar ben ik ook geen journalist voor geworden. Dus... Kijk, jij neemt een positie in dat je met je column mensen tot denken kunt zetten. Ja. Maar je kunt ook mensen tegen het zere been aanschoppen. Dat heb jij ook gedaan.
Hè, ik bedoel, neem bijvoorbeeld destijds wat je het over dat stadion voor SC Dordrecht. Ja. Hè, niet dat je zei, joh, ze verdienen helemaal geen nieuw stadion. Maar jij was er wel wat kritisch over. En vervolgens zouden ze wel eens even bij jou op bezoek komen thuis. Van, ja, we weten het te vinden. Ja. En dat jij door burgemeester Brok gebeld bent van, joh, ik heb een peloton en mee achter de hand. En één telefoontje van jou en we nemen jouw huis in bescherming. Ja. Ja, dan nemen mensen mij wel erg serieus. Nee, maar dat is dan toch jouw invloed? Ja, oké, maar dat is niet het doel. Dat is wat er gebeurt. Als ik een column schrijf, denk ik nooit van, nou jongens, ik ga nou de boel eens even lekker opschudden of zo. Nee, ik schrijf echt wat ik voel en vind. En dus wat er met de stad van, met mijn stad van de toekomst gebeurt. Ja. Mijn stad tussen aanhalingstekens, want het is onze stad natuurlijk. Maar jij schrijft dus omdat je zegt van, nou, ik vind het leuk als mensen mijn column dan kunnen waarderen. Ja, maar jij, zo, maar Kees, ik kan me toch niet aan de indruk trekken dat jij ook denkt van, hé, maar hier kan ik eventjes de toon zetten voor het debat. Ja, nou dat wel. Om maar weer even terug te gaan naar het hotel. Op een gegeven moment word je wel wat ongeduldig als buurtbewoner dat hotel er nog steeds niet is. En je denkt, dat is een goede stimulans voor dat plein. Wat natuurlijk in, laten we zeggen, niet in zijn beste fase van het leven zit. Kees. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Ja, leuke tijden voor een columnist, hè? Ja, ja. Heel dankbaar. Ja. Je bent er al over aan het schrijven. Ja, zeker. Iedere dag lees ik van jou een column en dan bezoek jij de websites van diverse politieke partijen. Precies. Nou, brand maar eens los, zou ik zeggen. Waar wij in eerste instantie natuurlijk om te doen is dat als jij als kiezer een keuze wilt maken, dat neem ik heel serieus, want gemeenteraadsverkiezingen zijn op zeer directe wijze van invloed op jou en mijn dagelijks leven. Ja. Dan moet je ook je keuze ergens op kunnen baseren. En daarom vind ik het belangrijk dat politieke partijen nu toch zo'n anderhalve maand, nee, we zitten een maand nu voor de verkiezingen, toch op zijn minst eventjes uitdragen wat ze nou wel of niet willen met de stad. Daar baseer jij je keuze op. Ja. Dus moet jij dat ook voor elkaar hebben als politieke partij. Dus ik ging dat checken, ik ging dat gewoon eens even lezen. Wat heel veel mensen natuurlijk niet doen, heel veel kiezers die doen, dat doe ik natuurlijk beroepshalve wel. Ja. Zoveel mogelijk lezen over wat moet er in de ogen van die of die partij nou met die stad gebeuren. Ja. Nou, sommige partijen zijn er heel erg goed in, weten dat echt prima zeg maar over te brengen, maar er zijn altijd wel weer partijen die zijn er een beetje lui in. He, die denken van, nou, stemmen toch wel op ons. Dus waarom zouden we daar moeite voor doen? De vanzelfsprekendheid. Ja, daar kan ik dus wel een beetje boos over worden. Als ik zie dat partijen dat niet doen, dan stappen mensen met veel bombarie uit Beter voor Dordt. Ja. Dat moeten ze zelf weten, daar ben ik ook helemaal niet tegen. Maar zij richten dan nieuwe partijen op, zoals Moed en Op Ons Eiland. Helemaal niks mis mee, prima, dat mag, democratie, hoera. Ja. Maar zorg dan wel dat je dan beslagen ten ijs komt. Waarom ben je anders opgestapt? Dan wil je toch iets? Laat dan ook zien en horen wat je wil. Laat ook zien met welke mensen je dat wilt doen. Vertel meer over jezelf. Vertel meer over jouw plannen en ideeën. Zijn sommige mensen nog heel onzichtbaar daarin? Ja, ik vind Op Ons Eiland super. Politieke partijen? Ze waren een klein beetje beledigd, geloof ik. Tenminste, ik kreeg vandaag een iets wat cynische appje van een van die mensen daar dan. Ja? Maar dan denk ik bij mezelf, ja, kom op zeg. We zitten een maand voor de verkiezingen. Toen begonnen waren we 5 weken voor de verkiezingen. Kom dan alsjeblieft met een website. Weet je, waarom zou ik op Ons Eiland stemmen als ik niet eens weet wat die partij wil? Ja. Vraag je dan om 0 zetels of zo? Wil je dat? Maar ik heb wel het idee dat, men dan vaak denkt, ik ben een lokale partij, dus mensen stemmen toch wel op ons. Nou ja, precies. Maar dat is natuurlijk een miscalculatie. Ja, als jij een leuke naam hebt als partij, zoals Op Ons Eiland is dat bek lekker natuurlijk. Ja. Dan voel je als eilandbewoner ook best wel enige affiniteit mee. Ja, dan krijg je zomaar misschien een gratis stemmetje door. Nou, weet je wat niet lekker bekt? Moed. En iedere keer heb ik zoiets van moed. Oké, waar staat het weer voor? Moed. Mooi, open, eerlijk, duurzaam, Dordrecht. Ja, ja, ja. Hallo. Alsof dat zeg maar dan voldoende vertrouwen wekt. Als ik al die dure woorden gebruik, dat ik dan een goede lokale partij ben. Nee, daarom. Dus nou moet ik eerlijk zeggen, daar schreef dus ook een kritische column over. En toen kreeg ik wel een heel eerlijk berichtje terug, zo van, ja, we zijn er nog over aan mee bezig en we gaan dat beter doen. En dat hebben ze ook gedaan. En dat staat volgens mij vandaag in de krant, gewoon die column, van we gaan dat iets beter in elkaar zetten. En dat hebben ze dan ook gedaan. Wat is jouw prognose? Mijn prognose? Ja. Ik denk dat er een aantal hele grote winnaars, ik denk dat de VVD stabiel blijft, ik denk op 5 zo ongeveer. Want die krijgen toch een beetje een Rutte-tikkie, dus normaal zouden die misschien wel naar 6 gaan, maar dat Rutte-verhaal, zeg maar, het wat wankele coronabeleid, zou misschien best wel eens in het nadeel kunnen werken. Dat geldt ook voor het CDA, misschien met een Omtzigt tikje, zal ik maar zeggen. Ja. Dus die blijven wat mij betreft ook stabiel. Nee, echte winnaars, denk ik, de Partij voor de Dieren. Die komen van 0, volgens mij, op 3 zetels.
Ik geloof ook echt in de Verenigde Seniorenpartij. Dat die wel eens naar 5 zouden kunnen gaan. Echt de enige echt Dordtse partij naast Beter voor Dordt. Goed nieuws van Margaret Stolk. Goed nieuws van Margaret Stolk. Ja, tenminste, dat is mijn prognose hoor. Maar je moet er later op afrekenen. Ja. Ik zeg het nu in alle openheid. Ja. Denk gaat het heel goed doen natuurlijk. En door het verscheidenen van D66, die niet mee mogen doen, lagen er natuurlijk zomaar ineens 4 zeteltjes op straat. Ja. En daar gaat Denk er ook wel een paar van oppakken. En de Partij voor de Arbeid, want hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Want ik heb het idee dat die gloriejaren wel ver achter zich heeft gelaten. Ja, nu hebben ze wel natuurlijk een nieuwe lijsttrekker met Wouter van der Spoel, die ik toch wel enigszins charismatisch vind. Misschien maar die destijds ook bij die partij weg was gegaan. Gelopen. Ik bedoel, ja, je zou misschien ook kunnen zeggen dat hij wat al te opportunistisch is. Ik bedoel, iedereen moet maar naar die man kijken zoals die vindt dat die daarnaar moet kijken. Ik vind in ieder geval dat hij wel energie uitstraalt. Ja. En volgens mij in dit tijdsbeeld zou het zomaar wel eens kunnen dat PvdA weer een klein zeteltje erbij gaat winnen. Okay. Dus dan kan het ineens wel weer. 16 partijen, mind you. Ja. Dus moed en op ons eiland, ik zie het somber in. Een beetje bang voor 0-0, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, misschien en beter voor Dordt. Beter voor Dordt. Want die verkeert in zwaar weer. Ja, die zaten natuurlijk met z'n achter. Toen waren er ineens nog maar 7. Of nog maar 1 natuurlijk, want Eén. Die hebben de 7 weg. Er was nog maar 1. Toen kwam er eentje bij dan nu even van de ja, SP. Ja, van de SP. Nou ja, althans. Hallo, hoe opportunistisch kun je zijn, zeg. Ja, mevrouw De Jager. Nou opeens. Ja, eerst wou eerst nooit bij Beter voor Dordt. Nee. En nou opeens is er eenmansfractie. Ja. Bang om niet meer terug te keren in de politiek. Sluit je aan bij een Beter voor Dordt. Ik denk ook van mezelf, waarom Beter voor Dordt doen jullie de deuren wagenwijd openzetten voor deze mensen? Komt dat nou wel de geloofwaardigheid ten goede? Ik vrees ook dat de partij veel gaat verliezen de komende verkiezingen. Kijk, 2 zeteltjes minder, dat is makkelijk natuurlijk praten. Maar ik denk zelfs dat die klap wat harder wordt. Toch? Ja. Ik denk dat wie daarvan profiteert is misschien weer die andere kleine partij, gewoon Dordt. Die misschien wel eens zou kunnen verdubbelen naar 2 zetels. 2. Ja, volgens mij heb ik ze nu allemaal wel gehad. ChristenUnie, SGP blijft ongeveer hetzelfde. Die gaan geen last hebben van Jezus leeft. Die gaan helemaal niks redden. Dus dan hebben ze wel denk ik wel allemaal zo'n beetje gehad. Ja. We gaan die prognose, ik kom erop terug bij dat is goed. Kees. We gaan het beleven. We zijn nu inmiddels bij Studio Rodenburg. Ja, daar moet ik even gaan bellen, want ik heb geen sleutel van dit pand. Maar en daarboven dan, zit onze dag meneer Veldhuizen. We hebben het net over de lokale politiek, over de verkiezingen. Hoi, ja. Hoi. En dat het met de CDA toch best wel eens goed kan uitpakken. We gaan het zien. Ja. Recht zo die vaart zeggen. Hebt u daar een bepaalde prognose bij? Nou ja, het gaat natuurlijk landelijk niet zo lekker. Maar volgens mij lokaal eigenlijk best wel goed. Ja. Dat is nou precies mijn analyse. Dus. Ja. Ja. Dus ze hadden de vorige keer ook een hele goede uitslag. Dus ik hoop dat ze het vasthouden. Ja, en hebt u nog een bepaalde rol bij de verkiezingen? Nee, of ik ben tegenwoordig burgemeester in Barendrecht, dus dan moet ik me daar helemaal op de verkiezingen concentreren. Oké. Okay. Ja. Nou goed, fijn dat we u even troffen. Ja. Dan gaan wij weer verder. Fijne dag verder. Ja. En leuk om je eens te zien. Ja, zeker. Succes dan. Met genoeg kolompjes. Dankjewel. Ja. Nou, fijn dat we zien elkaar. Hoi. Hij zie het, je columns komen gelijk weer te sprake, Kees. Ja, maar dat is altijd zo. Ja, je bent de columnist, zal ik maar zeggen. Dus ja. Er zijn wel eens dagen dat ik stiekem mijn boodschappen even een schavendeel doe, hoor. Ja. Hoi. Oh, de deur is al open. Ah, dank je. Nou, we gaan naar binnen. Nou, Ad, je gaat even schrikken. Ja, want waarom ga ik schrikken dan? Ik ben zelf ook heel erg geschrokken toen ik het voor het eerst zag. Ja? Nou ja, ik zou zeggen, ik ga er maar gelijk naast staan. Mijn hemel, dit is toch niet een narcistisch, hè? Helemaal niet. Nee, nee. Gaat er nou eens naast staan, Kees? Ja, is dat goed. Ja, de gelijkenis is treffend, hè? Hij is al een stukje groter, geloof ik. Ja, maar wel levensecht. Zo lang heb ik altijd willen zijn. Hey, leuk. Ja. Hey, even tot slot, Kees, want wij gaan ons gesprek hier beëindigen. Ja. Dit boek, hè? 10 jaar Ties. Is dit nou de kroon op je werk of is dit nou jouw legacy? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat er nog eens een keer 10 jaar, dus dat er misschien een keer 20 jaar Ties komt of zo. Ik zou best nog wel even een tijdje willen doorgaan, hoor. Ja. Ik vind het nog steeds echt leuk om te doen. En als ik dan weer zo'n bord krijg, en ik zie er nog steeds ongeveer zo uit. Ik ben niet ijdel, hoor, maar Ik vind het wel te doen, zal ik maar zeggen. Het is te doen, maar in ieder geval kroon op het werk. Tot nu ja, toe. Ja, zeker. En ik zeg altijd leuk voor de kleinkinderen die ik nog niet heb. Kijk aan. Ja. Nou, mooi. Hij kan ook op een nachtkastje. Ja, ik lig graag bij jouw vrouw op het nachtkastje.
Goed, want van haar heb ik het boek gekregen, dus ik snap het. Kees, bedankt voor het gesprek. Oké, man. Ik vond het geweldig en ik wens jou nog heel veel jaren toe dat je als columnist ons blijft verrassen en blijft verbazen. Dank je wel. En over 10 jaar, dan gaan we elkaar weer een keer ontmoeten. Dan zijn we oude mannetjes, dus dan lopen we achter zo'n ding samen. Heerlijk. Ja. Ik kijk er nu al naar uit, Kees. Oké. Oké. En tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. En waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt, dat zal zijn na de gemeenteraadsverkiezingen. We wachten het af.